Sta je niet ingeschreven waar je woont, let dan op, want je riskeert een flinke boete. Ik ben Jan en werk als bijzonder controleur basisregistratie personen voor de gemeente Delft. Dat klinkt als een mond vol, maar eigenlijk komt het erop neer dat ik controleer of mensen daadwerkelijk wonen waar ze ook zijn ingeschreven. Als we een melding krijgen over een bepaald adres, doe ik eerst wat vooronderzoek in de systemen die we hier bij de gemeente hebben. Als ik een verschil zie tussen die systemen en de daadwerkelijke situatie, dan kom ik in actie en ga ik langs. Wat ik zo al tegenkom, op een adres kunnen 8 personen staan ingeschreven en er wonen maar 6, omdat 2 personen terug zijn naar land van herkomst, na bijvoorbeeld het behalen van een diploma. Wij zorgen er dan voor dat die 2 personen worden uitgeschreven, of de hoofdbewoner dient een verzoek in tot uitschrijving. Stel je nu voor dat er een ramp is in de stad, dan moeten we goede gegevens hebben over wie er wonen om te kunnen waarschuwen of onderdak te regelen als dat nodig is. Maar het kan ook gaan om inwoners die zich bewust inschrijven op verschillende adressen en toch bij elkaar wonen, om zo meer of hogere toeslagen of een uitkering te krijgen. Dit zoeken we uit en in het uiterste geval worden uitkeringen of toeslagen stopgezet en teruggevorderd. Goed ingeschreven staan is belangrijker dan mensen weten. Voor jezelf, als je een parkeervergunning, paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs nodig hebt. Maar ook als je toeslag of een uitkering wil aanvragen. Van de politie en de Rijksoverheid krijgen we een seintje als er een vermoeden is dat er ergens iemand niet goed ingeschreven staat. Ik ga dan langs voor een controle. Als ik op bezoek ga bij inwoners, dan hebben we eerst een gesprekje, zoals net. En kijk ik rond in de woning. Er kan echter meer aan de hand zijn, zoals armoede, vervuiling, verwaarlozing. Daar doen we natuurlijk wat mee. Ik heb korte lijntjes met de professionals van het sociaal team en het meldpunt bezorgd. Voorkom problemen en zorg dat je goed staat ingeschreven bij de gemeente waar je woont. Kijk voor meer informatie op delft.nl/verhuizen.